Goedemorgen. Het is maandag. En vannacht is onze lieve dochter geboren. Ze ligt nu naast me hier. Het is Mila Poppy. Jongens. Het is best wel een intense bevalling. Ze heeft haar armpje gebroken. Er zijn wel meer dingen gebeurd, maar het komt allemaal wel een bevallingsverhaal. Waarschijnlijk, het is nog niet zeker of we nog hier moeten blijven, 24 uur, of we naar huis kunnen. Waarschijnlijk kunnen we wel naar huis. Ik zal maar even laten zien. Hey lievetje. Hey schatje. Je kijkt een beetje boos. Het is niet gek naar wat er allemaal gebeurd is. Oh. Ik zit echt in een soort van roze wolk. Ondanks dat het allemaal heel heftig was en zo. En ik heb uiteindelijk ook geen ruggenprik gehad. Ja, het was echt heel bijzonder dit. Ik ben zo blij. Hey lieverd. Lig je dan lekker? Ik ben nog aan het bijkomen. Ik moet zo ook nog even douchen en zo. Ik ben gehecht aan alle kanten. Ja. Dus dat. Ik kan door mijn invies niet daarheen. Knappie ben jij zeg. Oh. Oh jeetje. Oh lievertje. Ik vind jou heel erg op papa lijken. Baby papa. Toen hij nog een kindje was, toen zag hij er zo uit. Hey schatje. Geen slaap vallen. Zit je oog dicht. Daar is papa. Papa heeft al heel wat meegemaakt met haar. Die is net met haar naar de röntgenfoto geweest. En ook toen ze gelijk bij me weg werd gehaald na de bevalling. Toen ging Foef mee. En... dit is toch Foef, even serieus. Kleine mini Foef. Een mini Foef. Borstvoeding ging ook wel goed net. Ga lekker liggen. Lekker slapen. Oké, ik kom net uit de douche. Huidige body. Nog steeds pregnancy belly. Nou, niet hetzelfde. Niet hetzelfde. Madame is om 5:19 geboren. Mm-hmm. Op 6. 7. Wat? Oh zo. 6 juli. 2020. Goedemorgen, Mila Poppy. Goedemorgen, Foefje. Het is gewoon eigenlijk Mila, hè? Ja. We noemen haar wel gewoon Poppy. Ja, stiekem. Oh, lief. Wat heb jij al een hoop stress en liefde veroorzaakt, nu al. Ja. Niet normaal. Samen gingen we een fotootje nemen van je armpje. Ja. Het was heel zielig, want ik moest zo'n schort om en dan haar hoofdje vasthouden, zodat ze niet... ja, erheen bewoog. Heel cute. Ze was gelijk stil. Ik ben vast. Ze is echt nu al de mooiste baby ever. De liefste. Mijn twee dames. Goals. Nou jongens, we moeten nog een nachtje blijven in het ziekenhuis. Dus dat gaan we ook doen. We gaan naar een andere kamer. Maar ja, we hebben nu ook... Lekker met de poppie te slaan. Kinderarts, fysio, chirurg, alles geweest. Haar armpje is dus gebroken om haar leven te redden. Dus dat, het is nogal wat. Er moeten allemaal aanpassingen. Met horen vasthouden en kleden en alles. En hopen dat er niet een zenuw is geraakt. Dus ja, wij zijn hier nog een nachtje. Ja. Ja.
Oké, wij zijn inmiddels in onze nieuwe kamer gearriveerd, waar we nog een dag verblijven. Althans, het is nu 4:30 en dan blijf hier tot en met morgenochtend 11:00 zoiets. Dan komt er nog een kinderarts kijken en zo. En nog even helpen met drinken. Ja, en even helpen met borstvoeding, want het lukt wel aan één kant. Aan de andere kant wil ze niet doen, daar is dat gebroken armpje. Het lukt niet helemaal. Dus daar krijg ik wat hulp bij. En ja, en ik denk dat ik nu mijn pyjama aan ga doen. En we gaan even lekker dutjes doen. We hebben zo lang niet geslapen. Wat is dat, slapen? Ik weet het niet. I don't know, man. We zijn een paar uur verder alweer. Volgens zit lekker te knuffelen. Lekker in slaap gevallen hier. Ja, het is zo lief. We zijn nog een beetje aan het verwerken wat er allemaal is gebeurd en zo. Het is echt gewoon niet leuk. We hebben het net op Insta gepost trouwens. Dus ja, dat is een beetje de situatie. Ze heeft de eerste keer trouwens heel goed borstvoeding gedronken. Maar alleen aan één kant. En de kant waar de gebroken armpjes, daar lukt het niet helemaal. En nu wil ze niet echt happen. Maar kolven lukt er wel goed. En ik heb blijkbaar goede melkproductie, dus... Zal ik anders zo'n golfapparaat voor thuis bestellen gelijk? Dat we het gewoon maar hebben. Ja, why not? Ja, dat die morgen aankomt en dan... Joh, aangezien je ook melk hebt, dan kun je golven en dan kunnen we het altijd meenemen als we met Poppy lekker op. Ja, ik hoop dat ze op een gegeven moment... Ze heeft gewoon eigenlijk twee namen. Ze heeft twee namen, Poppy en Mila. Gewoon Mila Poppy. Ja, ik hoop dat het wel gaat lukken nog en anders wordt het gewoon golven. Ja, prima, ook goed. Oké, wij gaan de vlog afsluiten. Ja. Ja, wel trusten, bedankt voor het kijken en tot morgen.